is de wetenschap van het menselijk gedrag. En die wetenschap probeert te onderzoeken waarom mensen doen wat ze doen. Ze kijken dan naar gevoelens, ze kijken dan naar gedachten, ze kijken naar persoonlijkheid. Ze proberen dat dan te voorspellen. Het is een vrij diverse opleiding, vrij breed. Er zijn inhoudelijke introducerende vakken. Dan heb je het over hersenen, dan hebben we het over ontwikkeling. Je hebt het over persoonlijkheid en ook over ziektes. Dus wat mensen psychologisch kunnen markeren. Daarnaast zijn er nog onderzoeksmethoden. Dan moet je denken aan statistiek. En in de loop van de opleiding kun je dan specialiseren. Er zijn twee richtingen, maatschappij en gezondheid. Ik heb gekozen voor psychologie omdat ik zelf geïnteresseerd ben in mensen. Ik wilde graag meer weten waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen. Waar dat gedrag vandaan komt, hoe je gedrag eventueel kunt gaan voorspellen. En hoe je mensen kunt helpen door hen bewust te maken van hun gedrag. Wat ik leuk vind aan de studie is dat het heel erg breed is. Je krijgt vooral in de eerste paar jaar heel veel inleidende vakken van verschillende onderdelen van de psychologie. Waardoor je meteen een beeld krijgt over hoe breed de studie zelf eigenlijk is en hoeveel kant je ermee op kan. Dat is een voordeel ook van de opleiding. Veel psychologen die raken actief in de hulpverlening. En proberen mensen te helpen om van psychologische ziektes te herstellen of als mens te groeien. En het is nog breder dan dat. Je hebt ook een aantal mensen die terechtkomt in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld op de personeelsafdeling. En tenslotte heb je nog mensen die wetenschappelijk aan de slag gaan als onderzoeker. Docenten hier zijn erg gemotiveerd, ze zijn ook zelf actieve onderzoekers. En ze zijn voortdurend bezig om studenten het beste onderwijs aan te bieden wat mogelijk is. De universiteit is relatief kleinschalig. Waardoor het vrij gemakkelijk is om binnen de universiteit of binnen de campus contact te leggen met verschillende disciplines. Dus ook studenten die verschillende studies doen. Dat is heel erg leuk, waardoor je ook weer nieuwe kennis opdoet eigenlijk. Als ik klaar ben met mijn bachelor volgend jaar wil ik graag de master arbeid en organisatiepsychologie gaan doen, hier ook in Tilburg. En daarmee hoop ik uiteindelijk een bedrijf in te stromen en daar arbeidspsycholoog te zijn.